Hallo allemaal, dit filmpje gaat over micro, meso en macro in de scheikunde. Het filmpje is niet bedoeld om een compleet overzicht over dit onderwerp te geven. Ik ga je gewoon even wat voorbeelden laten zien van vragen die je over dit onderwerp zou kunnen verwachten. Het op- en neerdenken tussen moleculen en atomen en ionen, de microwereld en dat wat je echt kunt zien, de macrowereld. Dat is eigenlijk iets wat in alle scheikundige onderwerpen belangrijk is. Goed, het microniveau. Dat is het niveau van atomen, moleculen en ionen. Je ziet hier een plaatje op microniveau en van watermoleculen die waterbruggen vormen. Je kunt dat microniveau niet zien. Ook niet met een microscoop. Let daar goed op, hè. Heel veel mensen denken, oh, micro en microscoop en micrometer. Nee, een micrometer kun je wel zien onder een microscoop. Dat is 10 tot de min 6e meter. Atomen en moleculen hebben 10 tot de min 9e meter ongeveer als formaat. En dat is dus een stukje kleiner. Je kunt het dus niet zien. Ook niet met een microscoop. Het macroniveau, het niveau van stoffen, kun je wel rechtstreeks zien. Je kunt zeggen, water is een heldere, kleurloze vloeistof. Dat is een omschrijving op macroniveau. Je kunt het dus zonder hulpmiddel, zonder microscoop zien. Nou, tussen deze twee in heb je nog het mesoniveau. Dat kun je niet met je blote oog zien en wel met een microscoop. Denk bijvoorbeeld aan vezels. Een plaatje van het mesoniveau. Nou, nog een paar dingen, bijvoorbeeld een koolstofnanobuisje. Hier staan luierkorrels. Die luier veel water op kan nemen. Kun je een microscoop een beetje bekijken om een poreuze structuur te zien. En ook bijvoorbeeld vezels in katoen is een voorbeeld van iets van een structuur op mesoniveau, oftewel de mesostructuur. Goed, we gaan even een paar vragen langs waarin deze onderwerpen aan bod komen. Eerste vraag, nou, zet het beeld even stil om de vraag te lezen. En komt uit het examen 2011. Het is een vraag waarbij je moet uitleggen of het woord eiwitten in regel 2 en regel 6 op micro- of macroniveau wordt gebruikt. En dat moet je uitleggen. Nou, eiwit kan dus een soort molecuul voorstellen, of je kan het hebben over de stof, eiwit, een algemene groep stoffen natuurlijk. Nou, ga je op zoek in de tekst, dan zie je eigenlijk hier, het woord daarom gaat, glutenmoleculen. En gluten is een soort eiwit. Dat betekent dat het over eiwitmoleculen gaat, dus hebben we hier het woord eiwit gebruikt op microniveau, want moleculen is een begrip op microniveau. Volgende vraagje. Heel veel voorkomend iets is om uit te leggen op microniveau waarom, nou, bijvoorbeeld alcohol goed oplosbaar is in water. Nou, je ziet eigenlijk hier een plaatje al onder staan. Omschrijf het nou goed. Alcoholmoleculen bevatten OH-groepen. Watermoleculen bevatten ook OH-groepen. Dus kunnen watermoleculen en alcoholmoleculen onderling waterbruggen vormen. Met het stippenlijntje in de tekening staat het voor. Dus lost alcohol goed op in water. Let op als je een vraag op microniveau moet beantwoorden, dat je niet zegt alcohol heeft OH. Nee, het gaat om alcoholmoleculen. En in de rest van de woorden moet je dus goed kijken dat je het echt over kleinste deeltjes hebt, in het geval dus moleculen. Volgende vraag. Nou, hier weer een stukje tekst. Kun je weer even stilzetten en doorlezen als je dat wil. Komt uit het examen van 2010. Hier moet je uitleggen of in regel 9 tot 11 dit stukje pigmentdeeltjes en resten op micro- of macroniveau worden bedoeld. Nou, het zit eigenlijk hier in het laatste woordje. Er ontstaan schadelijke stoffen. Dus stoffen zijn dingen op macroniveau. Dus die woorden, pigmentdeeltjes en resten, worden hier gebruikt op macroniveau. Dan een vraagje uit examen 2011. Hier staat een tekeningetje. Je moet op microniveau uitleggen waarom die oplossing de stroom geleidt. Nou, je ziet hier lithium plus ionen. Nou, dat is een begrip op microniveau. Zodat je kunt zeggen, in de oplossing komen lithium ionen voor. En de lithium ionen kunnen in de oplossing vrij bewegen. En dus zorgen voor stroomgeleiding. Dus let op dat je zegt, de lithium-ionen, dat is het begrip op microniveau. En natuurlijk dat ze kunnen bewegen. Ja, want in vast zout zitten ook wel lithium-ionen, maar je kunt niet vrij bewegen en in vast zout krijgt geen stroom.
De volgende vraag. Hier moet je op microniveau uitleggen wat er gebeurt tijdens het kraakproces. En nou, wat is het kraken? Kraken is dat je grote moleculen omzet in kleine moleculen. Dan gaat het over koolwaterstoffen. Hier staat een schematisch plaatje ervan. Nou, wat gebeurt er dan? De atoombindingen tussen de koolstofatomen in de moleculen van grote koolwaterstoffen worden verbroken. Dus er worden ergens bindingen tussen twee koolstofatomen verbroken. Nou, een volgend vraagje. Weer iets op microniveau. Dan moet je uitleggen waarom methaan en water normaal gesproken slecht mengen. Nou, methaan, CH4, is een apolaire stof. Op microniveau kun je zeggen, methaanmoleculen zijn apolair. Ze hebben geen OH-groep of NH-groep waarmee ze waterbrug kunnen vormen. Watermoleculen kunnen door hun OH-groepen wel waterbrug vormen. Dat zijn polaire moleculen. Daarom kunnen methaan en water slecht met elkaar mengen. Nou, dan een vraagje weer over de microstructuur. Nu over aluminiumoxide. En je moet uitleggen of het geschikt is als elektrode. En dus weer op microniveau. Nou, een elektrode, en wordt gebruikt in een elektrochemische cel, is iets wat in ieder geval de stroom moet kunnen glijden. We hebben hier een vast zout. Nou, je kunt nog even zeggen waarom aluminiumoxide een zout is. Er zit een metaal aluminium in en niet metaal zuurstof. Dus is het opgebouwd uit aluminiumionen en oxide-ionen. Nou, die aluminiumoxide-ioondeeltjes, dus aluminiumionen en de oxide-ionen, moet je dan zeggen, die zitten in een kristalrooster en die zitten daarin op een vaste plaats, kunnen niet bewegen. En als ze niet kunnen bewegen, niet van een plek af kunnen, heb je dus ook geen stroomgeleiden. Dus geleidt de stof aluminiumoxide geen stroom. En daarom is het niet geschikt om te gebruiken als elektrode, want het moet juist wel stroom geleiden. Nou, ander soort vraagje. Weer over microniveau. Je ziet dat het microniveau het vaakste terugkomt. Hier moet je op microniveau gaan uitleggen waarom bij een verbranding van koolhydraten energie vrijkomt. En staat bij, je moet het hebben over het soort bindingen. Nou, wat gebeurt er bij koolhydraten? Koolhydraten reageren met zuurstof tot CO2 en water. En er worden dus atoombindingen verbroken in die koolhydraten tussen de C- en H-atomen in de koolhydraten. En ook atoombindingen in de O2-moleculen. Tussen die twee O's in zuurstof zitten atoombindingen. Die bindingen worden verbroken. Er worden ook nieuwe bindingen gevormd, nieuwe atoombindingen, in watermoleculen, tussen de haakjes en de O'tjes in water. En ook in koolstofdioxide-moleculen, tussen de C en de O. Nou, bij het vormen van de nieuwe atoombindingen komt meer energie vrij dan dat kost om de bindingen in de koolhydraatmoleculen en zuurstofmoleculen te verbreken. Dat betekent, er is wat energie nodig om die bindingen te verbreken in de beginstoffen. Koolhydraat en zuurstof, dan komt meer energie vrij bij het vormen van de nieuwe bindingen in water en in koolstofdioxide. Daarom komt bij de verbranding van koolhydraat energie vrij. Goed, dit was het. Oefen hier een beetje mee. Zorg dat je een manier van denken doorkrijgt en dat je heel goed let op je taalgebruik krijgt.